Hij is in Suriname en is met een cadeau gekomen. Een van onze populaire zangers, Edje Rust. De man die met zoveel hits ons steeds blij heeft gemaakt op de dansvloer, op de radio. Hè? Carolina, Carolina, Orosina, noem maar op, Sisa, Sisa. Zoveel hits van Edje Rust. En nu heeft hij een nieuwe. En we hebben de primeur om dit nummer vandaag te laten horen in de spotlight. En Edje heeft een geweldige hit gemaakt, dames en heren. Geniet u even van I Love Su. Edje Rust! This is a message to all the Suriname people. Our spell day, our spell down. Lobby with Switzerland, lobby na Fraga. Aye, this now I'm Boskoku. Rana Kondre. God bless. People of this beautiful land, let me hear you say it loud. Say it with your heart and with much pride. Shout it out, I love you. Mi Kondre true, I will love you. Was be unde efe wetan. Ye firta kyudena oso sina putap sranam grong. Pare trowe I love si. Sranam awe pari. I love si. Nanga eru wati. I love si. Wasi pe unde. I love si. Wasi pe wetan. I love si. Sranam awe pari. I love si. Nanga eru wati. I love si. Wasi pe unde. I love si. Wasi pe wetan. You love it, you love it. I love my country. Inderdaad, zoals we dat gewoon zijn van Edje Rust, weer een superhit. I love Su. Net op tijd voor Carifesta zou ik zeggen. Hè? Kan ook een beetje bijdragen aan de sfeer tijdens Carifesta. I love Su. Hier is hij, Edje Rust. Goedenavond, welkom in de spotlight. Goedenavond, goedenavond Henk en alle kijkers van STVS. Ben je op vakantie of ben je komen optreden? Ik ben op vakantie in de eerste plaats, maar je weet hoe het gaat. Als je hier bent, dan gaat het weer kriebelen natuurlijk, om voor je eigen mensen te kunnen optreden. Dus ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Heb je dat al gedaan? Ik heb het nog niet gedaan, bewust. Maar ik heb je gezien, Edje. Heb je me gezien optreden? Ja, op het feest van Brian Bijlhout, op het Onafhankelijkheidsplein. Oh, ja, ja. Ja, klopt. Heb maar je dat gezien was... zingen, en dat is een verrassing, want we wisten niet dat je in Suriname was. Klopt, heb je gezien op het podium, Edje Rust? Edje Rust, ja, klopt, klopt. Het was ook een verrassing van hem. En ik vond het ook leuk om het te doen. Natuurlijk is mijn mattie vanaf hij, hoe oud is ook al. Dus om weer op zijn 45ste te mogen optreden op het Onafhankelijkheidsplein. Nou, was voor mijzelf ook een grote eer. Vond je het leuk? Yes, tuurlijk, tuurlijk uiteraard. Met jou als conferentie, MC, Gino. Alleen maar goede vrienden. Ja, maar jullie staan er nog steeds. Ik zat aan de kant en ik kijk van nou, die mannen zijn nog steeds top. Dank je, dank je. Hoe gaat het met jou, muzikaal, in Nederland? Met mij gaat het goed in Nederland. Ik ben bezig met een nieuwe CD. Ik heb ook nummers van die CD, waaronder dit nummer. Dit komt ook op de CD. Ik moet nog 4 nummers doen en dan is die af. En ik heb inmiddels ook een nieuwe groep. Mensen samen met een paar goede muzikanten. Je kent die muzikanten, die hebben nog opgetreden in het orkest van je, van Suripop Orkest. Waaronder Leslie Joseph en Sean Fonseca. En mijn toetsen is van La Fiesta, Vijay Mulchan, die zit er ook bij in de groep Ed Six. Ed Six? Ed Six. Apenstaartje Six. Je bedoelt Ed, het teken Ed, apenstaartje, hè? Hebben we dat six. Gedaan, omdat maar, het niet te veel moet zijn. Maar daar zit ook jouw naam, Ed. Ja, vandaar, maar het is ook een beetje, kwam ook door Roy Bak, want die kwam met die naam. Dus, is leuk bedacht. Ja, het is heel leuk bedacht, Ed creatieve six. Jongens. Er zijn het 6 leden van waar er zijn 6. We zijn met z'n 6. Je hebt er 4 genoemd. Sharif Hussein, ja. Saxofonist. En Roy heb ik al. Mijn persoon had ik nog niet. Ja. Dat zijn er 6 toch. En jullie zijn nu bezig met de eerste CD? We zijn bezig met een demo en ik heb een paar nummers meegebracht.
die ik laat horen om al mensen te laten proeven van zo klinken we. En vanavond hebben wij de eer in de spotlight om de release te hebben, de launching van I Love Su. I Love Su. Bedankt voor die eer dat we dat vandaag mogen lanceren. Publiek, ja, voor het publiek zelf doe ik dat op 10 augustus in Cartouche of hoe het heet. Of hoe die, oh zo, ik ben niet aan vergeten. Maar op 10 augustus moeten ze luisteren. Dan zal ik hem daar ook live doen. Ja. In Touché moet het zijn. In Touché ga je live. 10 augustus. Okay. Wat voor CD wordt het? Het wordt een edge CD zoals ik ben. Ik ben een man van reggae, van soul, van merengue, van alles. Dus er komt alles, van alles op. Er zal niet één stijl zijn, er edge staat erop. Edge is een allround man, dus ik doe ook van alles op de CD. Biggie Poku natuurlijk, uiteraard. Ik heb een medley gemaakt van een van de grootste Surinaamse zangers daar in Nederland. Men, om niemand tekort te doen, iedereen doet covers van Lieve Hugo. Topper, dat weten we allemaal, maar er is ook een hele grote geweest daar die ook overleden is en dat is Ewald Krolis. Die moeten we niet vergeten, die man is ook geweldig populair geweest in Nederland en ook hier met al die nummers van hem. Dus ik heb gemeend van hem een medley te maken. Dus al die liedjes, Mine, Mary, You. Welke zijn die? Ik heb heel wat liedjes gedaan, maar er zijn zoveel dat ik niet allemaal kon doen, maar die is er toevallig niet bij. Maar die liedjes die ik heb gedaan zijn ook heel bekend. Ja? Dus ik heb een mooie medley gemaakt, samen ook met Kabenda. Oud-speler van Master Blaster. Nee, van Caribbean zelf. Caribbean. Dus ik heb hem speciaal erbij gehad om de gitaarpartij te spelen. Lapi Lapara heb ik ook erbij gehad. Satis Bindraban. Alleen maar vrienden van me. Het is eigenlijk een vrienden-CD. Dus naast Ed Six heb je ook gasten op de CD? Ja, Ed Six is een aparte zaak. Dat is de band, mijn CD, de solo-CD van mij. Dus wacht even, je hebt de band, Ed Six, maar daarnaast maak je nog cd's gewoon als solist at je rust. Ja, klopt. Oh, dat was niet zo duidelijk. Dus ik dacht, Ed Six doet alles. Nee, Ed Six is een band en daar zijn er ook mannen die zeggen van, ik wil ook wat voor je spelen op je solo cd, snap je? Ja, ja. Dus vandaar. Dus ik heb, dit nummer staat op mijn solo cd, maar ook Lesje heeft gespeeld, je hoort die bas. Dus wat komt, is geen cd van Ed Six, maar gewoon at je rust. Ja. En de demo's die ik heb gebruikt, ik heb 3 nummers gebruikt, die zijn van Ed Six. Ed Six. Ja. Dus er zijn 2 CD's van je opkomst. 2. Ja. Maar we kennen je van La Danse, La Fiesta. Wat ging het niet meer? Nou, niet dat het niet ging. Ik wilde ook een beetje... De bedoeling was eigenlijk om te kappen met live bandjes. Ik zou gewoon mijn solo dingen doen, want ik heb heel wat aanvragen solo. Minder koppijn, ook dat soort dingen. Je gaat met je bandje of wat, of soms als gasten in een bandje. Maar toen kwamen Lesje en Roy en een paar van die goede muzikanten. Die zeiden van, laten we nog even wat doen. Ik dacht van, hé, dan wil ik toch nog een shot geven eraan. Van, hé, goede muzikanten, laat maar even kijken wat er van kan worden. Zodoende heb ik dus toch ingestemd om nog weer een keer in een live band te spelen. Geweldig. Ja. Edje, wanneer Suriname nu naar jou kijkt, zeggen ze, ay boy. Ah boy, is mijn playabal, jongen. Je hebt gespeeld voor de nationale selectie van Suriname. Klopt, ja. In een glorietijd onder leiding van Rob Groener. Rob Groener, heb je nog mooie herinneringen van de tijd als voetballer, nationale speler van Suriname? Heb je leuke herinneringen? Ja, zeker, wanneer we die trips maakten. En daar begon ik eigenlijk in de busjes te zingen met die jongens, hoor. Ik was de voorzanger, Lees Bergen en Roy George, die mannen waren de begeleiding en zo. Dus, vandaar toen ik gestopt was, dat ik dacht van, oké, dan ga ik maar in een bandje en het was New Thing. En zo is het gaan lopen een beetje. Ja. Maar hele mooie herinneringen, wedstrijden gespeeld, Cuba, overal zo'n beetje met die jongens. De enige tegenvaller was toen we naar Mexico moesten gaan. Toen raakte ik op het laatste moment geblesseerd. Toen kwam Roy Vanenburg in mijn plaats. Dus die trip vond ik echt jammer dat ik hem niet heb meegemaakt. Maar je hebt altijd alleen voor Tuna gespeeld. Ja. Waarom niet voor Robinho Transvaal? Want ik weet dat ze op je aasten. Jawel, men wilde graag, maar ik zat ook met mijn school natuurlijk. Ik zat op de kweekschool en ik vond dat belangrijker. Want als je met het nationaal team weg was, kom je maandag terug. En woensdag of Transvaal of Robin Hood. En die clubs moesten weer CONCACAF verplichtingen. Dus zou ik geen tijd hebben voor mijn schoolwerk. En dat risico wilde ik niet lopen. Ik vond dat toch belangrijker. Heb je studie afgerond? Helemaal. Wat ben je nu? Ik ben hoofdonderwijzer. Geef je les? Ja, nog steeds. Ik heb dit jaar op groep 6. Ik ben bewust ook op de basisschool gebleven. Omdat je dan meer ruimte hebt voor je eigen dingen. Hoe hoger je gaat, hoe minder ruimte je voor echt leuke dingen hebt. En het leven moet leuk zijn. Zo zie ik het. Ik moet dingen doen die ik leuk vind naast mijn werk. Dat je moet doen. En ook leuk is natuurlijk. Wil ik ook dingen doen die ik zelf leuk vind. Ja, dat is muziek.
Ja, om terug te komen op de voetballer. Je hebt gespeeld nationale selectie, glorietijd onder Rob Groener. Als we Mexico hadden gewonnen, waren we naar WK, ja, geloof ik. Zeker. Ja, was het laatste station voor het eerst in Suriname zo ver gekomen. En daarna nooit meer de enige keer. Als we Mexico hadden gewonnen, hadden we WK-voetbal gespeeld. Als je nu terugblikt, hè, en je kijkt naar Surinaams voetbal nu. Hoe vind je het peil nu? Ik kan moeilijk praten over het peil nu, omdat ik zelf niet ga kijken. De laatste keer dat ik ben geweest was ooit een jaar of vijf terug in het stadion BBC speelde. En toen vond ik het al niet. Er zijn natuurlijk uitschieters als je naar jongens kijkt, zo, maar als geheel was het niet zo. Je ziet dat er goede voetballers tussen liepen. Maar ja, en dat talent dat er toen was. Ik heb laatst nog van Johan Leijsbergen een foto gehad van een nationaal team dat naar Guyana ging. 4-0 gewonnen. En dan stond ik daarop met Jimmy, met Klinker en zo. En dan keek ik naar het team en ik dacht van, dit is een topteam, maar weet je hoeveel andere topjongens er niet bij waren in dat team? Dus je kon gewoon nog een team erbij doen, gewoon ook een topteam nog. Zoveel goede spelers waren er toen. Dus het was moeilijk voor de trainer om te selecteren. Ja, het was moeilijk. Je hebt de naam genoemd, Klinker. Klinker was een topscorer. Ja, van Robin Hood. Humberto. Ja. Humberto Klinker heb ik lang niet gehoord. Als je keek naar het team, dacht ik van, Wat je nu ziet, Edje, dat al die zonen van die grote voetballers het maken in Nederland. Ja. Emanuelsson. Je hebt samen met Emanuelsson gespeeld. Ik heb met Tuna, ja. En is het niet zijn zoon? Ja, het is zijn zoon, Braafheid. Heb je Braafheid? Ja, wie is zijn vader? René Braafheid, die speelde voor Transvaal. Eerst voor, Transvaal speelde hij later. Ja, en voor wie speelt zijn zoon nu? Die speelt nu voor Twente. Die was naar Bayern München ook. Ja. En nu is hij bij Twente. Hoffenheim is. En George? Joyce, dat is van Martin, niet van Roy. Oh, hij is niet van Roy, hij is een andere George. Maar die voor Santos speelde. Oh, ja, voor Santos speelde. Ja, die speelde voor Santos. Oh, ik dacht altijd dat het een zoon van Roy George was. Nee, het is goed om deze dingen ook te horen. Dat dacht ik ook. Totdat ik Roy zelf ontmoet, heb ik hem gevraagd. Nee, hij is van mijn broer. Oh. Martin. Ja, en zo heb je veel van die zonen. Ja, heel wat van die jongens. Ze komen nu niet op, maar zijn heel wat. Als ik ze ook hoor, denk ik van, oh, het zijn zoon en zo. Ja, er zijn heel wat jongens. Die jongens maken het daar. Maar heb je ook een zoon die we straks zien voetballen? Nee, die voetballen niet. Die mannen doen. Ja, die zoon van mij is in de politiedienst. En die voetbal niet. Oké, Edje, we moeten afronden. Zo snel, je hebt net gezellig. Ik vond het ook gezellig, maar we zijn aan tijd geworden. Ja, tuurlijk. En we moeten je een nieuwe clip laten zien, toch? Ja, tenminste, het is niet een professioneel clip. We hebben het speciaal gemaakt voor In de Spotlight. Laat me direct aan de mensen zeggen. Nee, Edje was bereid speciaal voor In de Spotlight het liedje te zingen. En daar gaan we nu naar kijken, tot slot. Mag ik je heel veel succes toewensen met je twee cd's die op komst zijn. Ja. En vooral met dit liedje waar wij nu naar gaan kijken en luisteren. I love Su. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden, mensen. Speciaal dankjewel. Voor jullie. Dankjewel, Edje. Groet wel. Dames en heren, goedenavond. Fijn weekend. Tot de volgende week.